Er is wel sprake van een lichte toename in het aantal besmettingen. Zeker op basis van ook de surveillance die we doen. Wat je nu merkt is dat de positiviteitspercentage uiteraard veel hoger ligt. Dat is begrijpelijk omdat veelal mensen zich aanmelden met klachten. Uiteraard zal ook het getal van positiviteit, het percentage, veel hoger liggen dan voorheen. Je doelgroep om te testen is ook specifiek gereduceerd naar alleen personen met klachten. Wij zouden ons ongerust moeten maken als er sprake zou zijn van een nieuwe variant. Bij de laatste geïdentificeerde variant of concern, dat is Omicron geweest. En daar hebben wij gezien dat Omicron inderdaad veel besmettelijker is, maar veel milder verloopt dan de voorgaande varianten. We hebben ook gezegd, als je vaccineert, dan is de kans op het krijgen van complicaties en ernstige ziekte, sterfte, niet helemaal nul, maar wel gereduceerd. Maar is er toch een soort draaiboek klaar? Mocht er toch onverhoeds een golf met een nieuwe variant komen opzetten? Draaiboek in die zin van er is genoeg ervaring in de afgelopen 5 golven opgebouwd. Wij verwachten, internationaal is dat ook zo gezegd, dat zolang er geen nieuwe variant of concern aangekondigd wordt of ontstaat, dat de situatie in principe niet zal veranderen. We zullen wel kleine toenames, kleine golfjes krijgen. Met name ga je ook merken dat de mensen die opgenomen worden veelal onderliggend lijden hebben, kwetsbare groepen zijn, maar ook niet gevaccineerd zijn. Als er een nieuwe variant of concern gaat komen, die veel erger zal zijn dan Delta of Gamma of andere varianten, dus met name dat mensen veel zieker zullen worden dan de voorgaande varianten, dan ga je uiteraard terug moeten gaan naar de situatie van de eerste en de tweede variant. Maar daar is er nog geen indicatie voor vanuit de gezondheidsorganisaties internationaal en ook vanuit deskundigen in Suriname.